Het was koud, waterkoud, maar in Doepark de Hagen werd weer hard gewerkt door de vrijwilligers van het natuurhuis. Zaterdag werd onder leiding van Martin Mulder het Olmenbos ingeplant. Nou, we zijn vandaag het uh, zogenaamde Olmenbos, het Ipenbos aan het aanplanten. Het bos waar uh, Almelo ooit aan ontstaan is. Hè? Het Olmenbos. Almelo betekent ook open plek in het Olmenbos. Dus er komt ook echt een open plek in dit bosje hier waar we nu aan aanplanten zijn. Dus dan moet ik de mensen goed voor bewaken dat ze niet overal die planten dauwen. Dus ik leg ze netjes uit. En, uh, en op 10 december gaan we dat uh, formeel gaan we dat afsluiten met het planten van een, uh, een kurkiep. Een Ulmus minor suburosa heet dat ding heel mooi. Het is een vrij bijzondere boom met hele mooie kurklijstjes. Nou, daar komen er drie van te staan. Die dingen zijn moeilijk te krijgen. Maar daar hebben we er drie van kunnen krijgen. En, die, en er wordt er één, wordt dus nu nog even open, in een open gat neergezet. En die gaan we op 10 december samen met de subsidieent Landschap Overijssel gaan we die inplanten. Maar er gebeurde meer. Ook het planten van de hagen tussen de appartementen van Zorgaccent en het park ging verder. Er waren werkzaamheden in de moestuin. En verder werd er druk gewerkt aan het leggen van draagbalken van het paviljoen. En natuurlijk was er de koffieploeg. Want koffie en gezelligheid wordt door de vrijwilligers zeer op prijs gesteld. Wat een harde werkers zijn het! Ik kom hier elke dag langs om te kijken hoe het gaat. En zaterdags, met al die drukte, ik geniet ervan. Wat zal het volgend jaar mooi zijn?